Eerder deelde Jade Anna al haar tamelijk Tommy-ritueel dat Taylor een thuiswedstrijd speelt. Als hij een thuiswedstrijd speelt, kom ik altijd supporten. Ik weet nog niet welke outfit ik ga aandoen en ik heb dus een soort van tik dat ik altijd naar een wedstrijd van Ajax, rood aan wil. Ik heb het gevoel dat dit geluk geeft. Verklaar me maar voor gek. Ze heeft zich dit weekend echter niet aan het ritueel gehouden, als we onze bronnen mogen geloven. We hebben met onze eigen ogen gezien dat zij geen rood droeg. Is dat dan de reden van de slechte pot? Of wat het haar vriendje die geen enkele bal juist heeft geraakt gisteren. Over het algemeen staan de problemen van Jade Anna niet in verhouding tot de gewone burger. Zondag beleefde ze voor haar doen een verschrikkelijke dag. Eerst speelde Kenneth Taylor als een zondag amateur in het eerste elftal van Ajax. Het ventje werd zelfs uitgefloten toen hij het veld moest verlaten. Jade Anna was zichtbaar chagrijnig door de wissel en door de reactie van het publiek. Het valt ook niet mee om tegenwoordig een spelersvriendinnetje te zijn van een Ajax-speler. Tijdens het verlaten van het stadion voltrok zich een ramp. Ze liet haar telefoon vallen, waarna een auto over haar telefoontje heen reed. Ik liet mijn telefoon net vallen, toen reed er iemand overheen, nu doet hij niks meer. Top, laat ze weten op Instagram. Ook al haar foto's en video's zijn hierdoor verdwenen. Ben al mijn foto's kwijt, want ik had geen reservekopie van mijn foto's. De arme meid had zo ontiegelijk hard gewerkt door foto's van zichzelf te laten maken, is alles weg. Hopelijk komt ze over dit heftige incident heen en kan ze snel weer aan het werk. Ook met de tips van haar volgertjes kan ze niet. Kan niet via mijn laptop overzetten, want ik moet dan toegang geven via mijn telefoon, wat u dus niet kan.